De eerste waterjump hier in de Piershaven. Het is een feit. Het is gebeurd. Iedereen in Tilburg kan het nu gaan meemaken. Hier op de kappersboot in de Piershaven. U moet dit gewoon allemaal een keer gedaan hebben. De eerste jump, de opening, de waterjump. Even oefenen, hè? En dan komen ze zelf een stuk hoger, dus de komende weken zullen we het zien. Maar het is dus de bedoeling dat één man gaat aan de buitenkant staan, de andere springt eraf en die daar aan de buitenkant zit, die wordt gelanceerd. Ja, door die lucht, die schiet de andere kant op en dan word je gelanceerd. En dan als je met z'n tweeën, hoe meer gewicht, hoe verder je komt. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Mijn beste vriend en mijn broertje die hadden eigenlijk het idee om een schans te bouwen. Van 9 meter hoog. Maar is die doorgegaan. En dit is alternatief. Ladies, vandaag de waterjump. We hebben alleen nog maar mannen gezien tot nu toe. Maar jullie gaan echt de sprong wagen? Ja, wij gaan het ook proberen, ja. We gaan onze baas lanceren in het water. Naar Corné, Noordpand. Ja. Corné gaat daar zitten en dan gaan wij springen. En jullie springen er met z'n drieën? Ja. Dirk, een van de initiatiefnemers van dit hele gebeuren hier. Ja, klopt. Vandaag is het zover, hè? Of ja. Was het zover? We hebben net de eerste jump gezien. Ja, ja, we wilden eigenlijk vorige week al open. Maar toen was het weer te slecht, althans de voorspellingen. Te veel water toen? Ja, uiteindelijk scheen de zon. Maar dus hebben we de week moeten verplaatsen, na van vandaag. En vandaag kunnen we ook beter weer hebben, maar het is in ieder geval nog droog. Dus ja, daar zijn we blij mee. Maar het is hier gezellig. Het is hier leuk. Ja. Voor mensen cool. Spectaculair. Hoe zijn jullie op deze locatie terechtgekomen? Je zou het niet zeggen, maar Corné is mijn kapper. En ik organiseer wel meer evenementen. Ik heb altijd bij studio gewerkt. Daar veel feestjes georganiseerd. Daar gaat het mee. Ja, ik heb zelf altijd in de buitensport gewerkt en lesgegeven in de buitensporten. En wat spannendere sporten. Ja, we zoeken altijd een uitstop. En Corné zelf die had een heel gaaf idee van een grote waterglijbaan. Die is helaas vanwege vergunningreden naar 2013 verplaatst, waarschijnlijk. En toen moest een alternatief hebben. Nou, dit is vrij eenvoudig. Dus... Maar iedereen in Tilburg die wil, die kan hier naartoe komen en kan het een keer proberen. Ja, zeker. Ja. Het is wel het leukste natuurlijk. Sorry. Als je met een groep bent. Want ja, je ziet dat kun je elkaar afschieten. Maar ja, het is gewoon vrij toegankelijk. Elke dag geopend. Elke week van woensdag tot zondag. En maandag en dinsdag voor reserveringen voor grote groepen. En je kunt hier nou gezellig op het dek hier iets drinken? Ja, dat deden we bewust. Een hangmatje. En, het moet alleen iets warmer worden, maar het wordt beter weer. Ja, dus de kermis hopen ook gewoon hier zelf vooral te genieten. En, En tot wanneer kunnen mensen hier terecht? Ligt ook wel een beetje aan het weer. Maar ik hoop op een goede nazomer, dan sowieso tot september. Nou zit je hier zo spannend te kijken. Ga je zelf ook springen? Vandaag niet, nee. Maar je gaat het toch wel doen? In de zomer wel. Als het beter weer is, dan ga ik wel mee. En een beetje goed voorbereiden? Ja, daar ben ik nou aan het doen, hè. Even afkijken. Dankjewel. Ja.